Welkom op Papendal. Op deze plaats in de bossen bij Arnhem worden sporters klaargestoomd om straks in Tokio te kunnen schitteren op de Olympische Spelen. Gewonnen? Ja, dat is niet normaal. Hoe ze dit doen? Vorige week stond voeding centraal. Heel belangrijk om een prestatie te kunnen leveren. Nee, het gaat allemaal om balans natuurlijk. Gelukkig zijn de topsporters net gewone mensen en genieten ze naast dat uitgebalanceerde dieet ook wel eens van iets anders. Ik ben gek op ijs. Oh, echt, daar maak ik me heel blij mee. Ik mag me niet voor veel dingen wakker maken, maar voor ijs wel. Vind ik heel lekker. Nou, je moet mij niet wakker maken s'nachts. Dat moet je niet doen. Maak ik geen vrienden mee. Wat ik echt, echt het allerlekkerst vind, dat is de brownies van een hele foute hamburgertent hier in Nederland, eigenlijk over de hele wereld. Vandaag gaan we het hebben over innovatie. Nieuwe voeding, nieuwe trainingstechnieken en nieuw materiaal. In iedere tak van sport wordt steeds gekeken naar ruimte voor verbetering. Want de verschillen in de top zijn klein. Dus alle beetjes helpen. We krijgen een soort stootapparaat waar een computer aan verbonden is. En allerlei programma's kun je invoeren wat je wilt testen en kunt testen. Zoals stootkracht, stootsnelheid, reactiesnelheid, blessurebewaking enzovoort enzovoort. We krijgen binnenkort een nieuwe fiets. Rijdt nu al iemand op rond eigenlijk om op te testen. Volgens mij bevalt het heel goed. Het is echt een goede verbetering op wat we nu hebben. Ik denk dat we daar ook wel echt weer een paar kleine secondjes harder van kunnen gaan. Ook handbiker Mitch Verliezen krijgt een nieuwe fiets voor de Olympische Spelen van Tokio. De eerste doen we de handvat anders. Doet hem 2,5 minuten gewoon zijn normale basispositie. En de laatste 30 seconden zo hard mogelijk. Dan, als dat allemaal goed loopt, dan gaan we. Die is helemaal niet veel minder dan de wereldkampioen tijdrijden, maar ik verlies het gewoon puur vanwege mijn materiaal. Alle andere toppers die rijden allemaal in een hele aerodynamische lichte fiets. Daarmee zijn we nu mee bezig, zodat ik ook zo'n fiets uiteindelijk krijg. Voor mij de optimale houding, waardoor ik ook gewoon mee ga doen op die onderdelen. Dus ook gewoon mee ga doen voor de prijzen. Mitch is al een topper op zijn oude handbike. Vorig jaar werd hij Nederlands kampioen en behaalde hij brons op het WK. Iedereen zit hier met hetzelfde doel. En dat is gewoon beter worden en uiteindelijk gewoon presteren op een Paralympische of Olympische Spelen. In het begin dacht ik van, goh, wat moet ik er eigenlijk mee? Maar toen ik voor het eerst in zat, toen merkte ik eigenlijk pas hoe ver het is. En ik vergelijk het altijd gewoon met Formule 1, omdat je zit gewoon laag bij de grond. En gewoon op armpower fietsen. En als je dan ook nog wielrenners uit het wiel kunt fietsen, ja, dat geeft gewoon zo'n bepaald. Hier per week. Als je dat vergelijkt met de profs, scheelt dat maar een uurtje of 5 meestal. Dus op zich zoveel als talenten van de paracycling trainen we niet veel minder dan de profwielrenners. Nou, gemiddelde wedstrijden rijden we ongeveer tussen de 35 en 40 km per uur. Als je er van tijdrit hebt, dan rijden de toppers zo rond de 42, 43 per uur zelfs. Dat ligt ook een beetje aan het parcours. En als we gaan sprinten, dan kunnen we gewoon 60 per uur kunnen we gaan aantikken. Dus dat ligt ook natuurlijk een beetje aan hoe de wind staat. Dat soort dingen allemaal is altijd afhankelijk van de verschillende factoren. Maar het gaat best hard.
Mijn beperking is eigenlijk dat ik mijn linker onderbeen mis. Vanaf de geboorte al. En daardoor zit ik in de kniezetter van de handbike. Want ik heb wel gewoon goede functie in mijn bovenlichaam. Dus ik kan gewoon mijn romp gebruiken en mijn armen gebruiken. En als je dat kan, dan ga je in een kniezetter zitten. En dan heb je geen goede rompfunctie, dan ga je liggen. Wat ik van thuis uit heb meegekregen, wat denk ik wel van doorslaggevende rol is, is dat je niet moet opgeven, dat je gewoon moet doorgaan. En met een goede portie motivatie bereik je uiteindelijk wel je doel, hoe dan ook. Op wat voor manier maakt dat niet uit, maar uiteindelijk bereik je je doel wel en ja, komt het gewoon goed. Zij heeft een 3D-systeem aan, een Accent sensorensysteem. En dat is om te zien hoe dat hij beweegt. We hebben ook krachten op de handvatten voor de krachten te zien. En met de camera's willen we zien, met high-speed camera's, hoe dat hij beweegt. Ook hoe dat we dat kunnen koppelen aan... Tussen 100, 120 bezig. Vorige keer ben je tussen 60 en 80 newtons bezig. Dan zie je al van, nou, dat levert veel meer winst op. Je kunt wel altijd zeggen we doen dit maar, want dit voelt vertrouwd. Maar eigenlijk wil je juist die extreme opzoeken en dan moet je soms ook eroverheen gaan. Om dan erachter te komen wat je optimale houding is, waarin je het meeste kracht kunt leveren. En als je dat gevonden hebt, ja, dat geeft toch wel een mooi gevoel. Ja, dus dit soort ochtenden en dagen vind ik wel heel leuk. Ja. We praten echt over de laatste percentages. Dus Mitch moet zelf heel veel trainen in de conditie en met de coach. En dit zijn echt de laatste percentages dat we kijken van hoe kunnen we dit extra stapje geven voor echt voor die medaille. Want daar gaat het echt om. Deze kleine verschillen gaan uiteindelijk bepalen of je medaille krijgt en dan welke kleur. Precies, het gaat om de details, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere sporten. Welke innovatieve middelen wij gebruik van maken binnen ons sport? We werken met Athletic Logic samen. Daar monitoren we eigenlijk zeg maar, hoe het met ons gaat, hoe we slapen, hoe hoog onze ochtendhartslag is bijvoorbeeld. Dat is erg interessant. Al die data kan ik precies zien. Zij slaat hem nu op, dit is een training. Nou ja, dit was mijn minimale hartslag, of gemiddelde hartslag is 140, dit is 186. Cardiobelasting, nou, hier staat ook in wat je hebt verbrand aan calorieën. Ik heb af en toe op een ronde geklikt, zie ik. En ja, dit helpt me ook heel erg met mijn herstel. Hè. Dus wat moet ik eten daarna en ja, dat soort dingen. Dat vind ik super interessant. Wij gebruiken op het handbalveld hartslagbanden en een kastje op ons rug om de bewegingen op het veld te meten. En dan kunnen de trainers dat gebruiken om vervolgens de trainingsintensiteit te meten. En dit te gebruiken in andere trainingen om dat gewoon af te stemmen. Het is eigenlijk een heel simpele fiets, maar er zijn er steeds wel verbeteringen op te vinden. We hebben een Belgische mechanic, die is daar elke dag mee bezig om weer iets nieuws te bedenken om toch weer een snellere fiets te kunnen bouwen. En daarnaast ook gewoon het meten van in trainingen, dus wattagemeter zijn we mee bezig om dat op de fiets te kunnen bouwen. Innovatie is dus overal op Papendal, dus ook in de keuken. Iedereen al een beetje trek of niet? Ja. Ja? Leuk dat jullie er zijn vanmiddag. En we hebben weer een nieuwe sessie ingericht van het Papendal Sportvoedingspanel. En daarmee kunnen we weer een test gaan uitvoeren op een nieuw product dat ontwikkeld is. Jullie krijgen straks 4 gerechtjes. En dan mogen jullie dat proeven. Je mag de vragenlijst invullen per product. Nou, dat gaan we doen. Ja, moeilijk uit te leggen. Die van net, die was gewoon direct lekker. En deze... Iets meer. Dat ziet er ook niet zo mooi uit. Nou ja, iets muff of zo.
Ja, minder lekker. Ik denk dat het vegetarisch of zo en heel erg de best is gedaan om het op vlees te laten lijken of zo. Nou, we hebben hier een nieuw product wat we ook wel de feedback van de sporters een keer op willen horen. En we zijn natuurlijk ook geïnteresseerd wat zijn de ontwikkelingen, bijvoorbeeld op plantaardige eiwitten versus dierlijk. Hè, wat daar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zijn. En dan is het al belangrijk om eens te horen van, hey, sluit dat aan voor een sporter? Maar is het ook lekker? Eigenlijk over het algemeen is het altijd gewoon normalere producten. Maar het is niet zo dat ik het nooit zou willen eten of zo. Dus ik sta er wel voor open, ja. Een beetje verandering zou wel kunnen. Straks de uitslag van de test. Nu eerst een andere handige gadget. Nou, hier op Papendal hebben we de Papendal Voedingsapp ontwikkeld. En dat is eigenlijk een systeempje om de voedingsinname te registreren voor een sporter. En voor een sporter die wil eigenlijk wel weten wat heb ik gegeten op een bepaald moment. Maar ook wat is de voedingswaarde van die producten. En daarvoor alles wat de sporter hier kiest. Wordt, als hij het afrekent, gelijk doorvertaald naar de voedingswaarde. En dat kan hij bekijken op zijn telefoon, op de Papendal voedingsapp. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een avondmaaltijd. En dan heb je een keuze gemaakt van verschillende producten. En dan kan je zo een product aanklikken. En dan kan je zien van, hey, dit is een kwark. Hey, dat is 23 gram eiwit voor een kwarkproduct. En dat betekent dat je op dat moment al als dessert een goede hoeveelheid eiwit inneemt. Nou, wat het mooie aan de app is dat hij al die voedingsmiddelen en de voedingswaarde daarvan optelt over het totaal van een moment. En daar zitten 200 nutriënten achter. En het belangrijkste zijn natuurlijk koolhydraten en eiwit, maar dat gaat steeds dieper. Dus dan kan je naar vitamine D, naar ijzer, vitamine C, net waar een sporter wat meer in geïnteresseerd is. En sommige gevallen kan je dat dan nog meer in detail analyseren. Ja, dit is het kassenregistratiesysteem. Alles wordt gelijk afgerekend en ook weer doorgekoppeld. En de data hiervan, de voedingswaarde, zie ik gelijk op mijn telefoon. Je ziet nu steeds meer personen dat zelf ook gaan doen. Hè? Personalized nutrition. Dus zelf gaan analyseren van, hey, wat heb ik nu gegeten? En ook wat kan je meten aan je eigen lichaam? En ik denk dat er ook wel een tendens is dat je helemaal voeding op maat gaat maken. En dat je misschien wel producten zo in elkaar kan roeren en mengen dat dat precies aansluit bij de behoeften van een persoon. En dan is misschien het traditionele voedingsproduct weg, maar misschien uit een jelletje komen alle nutriënten ook binnen. En of dat heel leuk zou zijn, dat durf ik niet te zeggen, maar het is zeker een ontwikkeling die mogelijk is. Oftewel, innovatie in de keuken is leuk, maar als het dan ook nog eens lekker is. Het testteam vond iets dat ze pulled oats noemen niet lekker. De pulled chicken was daarentegen wel lekker. En bij de pasta smaakte de gehaktsaus net zo lekker als de plantaardige saus. Mooi, met dit resultaat kan de keuken aan de slag. Is het weer tijd voor onze Japanse Socha. Vandaag krijgt ze bezoek van twee handbalsters. Wat weten zij van Japanse gebruiken? Hier in Nederland, als je iemand nieuw ontmoet, wat moet jij doen? Ja, meestal een handje. Ja. Ja, of drie soms. Ja, dat doen wij meestal wel. Dan wat in Japan? Wat hebben volgens mij doen Japanners zo of zo? Nee! Dat is boeddhisme. Oké. Groetjes, of meestal in Thai of India, maar niet in Japan. Ja, misschien zeggen ze alleen niet. Gewoon geen contact met een ander, gewoon alleen iets. Oh, doe je echt groeten? Zeg maar dat je iemand aanraakt of zo, of niet? Alleen buigen zonder handen. Oh, alleen zo? Ja. Oké. Dat is en dan handen langs de zij? Ja. Oké. Welke gewoonte vinden Japanners smeriger van Nederlanders? Boeren? Scheten boer laten? Nee, maar dat vinden wij ook niet altijd. Wat heb je? Boeren, hoesten, niezen. Daarna? Wat moet je doen? Daarna moet je je handen wassen, meestal. Nee, maar hier iets. Neus snuiten, snot. Ja! Dat vinden ze vies. Ja. Dus de snot vinden ze vies? Of dat je daarna je neus gaat snuiten? Ja, mag niet. Oh, dus jullie laten het lekker laten zitten of zo? Nee, dat mag niet. Ook, maar
meteen naar wc om te snouten. Ja, snouten. En dan schoonmaken. En dan... Ja. Maar niet in bijzijn van anderen? Nee. Okay. Niet in publiek. Oké. Okay. Nou, weten we dat ook weer. Vandaag hebben we Mitch Verliezen leren kennen. Hij weet wie er volgende week centraal staat. Ik heb al veel verschillende sporten geprobeerd, alleen dat is niet zo mijn ding. En daarom volgende week Selena Peak, een echte badmintontopper.